Hey, leuk kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik start vandaag een nieuwe vlog. Het is zo spannend. Oké, Lara en ik zijn met een project bezig. En vandaag gaan we een soort van pilot daarvoor draaien en mee bezig zijn. En hier zijn we eigenlijk, heel lang geleden al mee bezig geweest. Het is echt heel erg aan het regenen. Dusdanig, dat hebben jullie misschien al in de vorige week gezien, dat ik helemaal lekkage had in huis. Echt super kloten. Maar dat is dus door bladerval en opeens hele heftige regen. En niet gelukkig omdat ons dak kapot is of zo. Gelukkig. Maar we hebben wel een andere lekkage. En die zou eigenlijk vandaag verholpen worden. Ons dak moest vervangen worden in onze bijkeuken. Zeg maar, de hele aanbouw zou een nieuw dak krijgen. Maar omdat het dus vandaag zo hard regent, kunnen ze niet komen. Dit is de keuken. En hier zo is eigenlijk... stopte het huis voorheen. Wij hebben het huis gekocht met aanbouw, dus ik heb geen idee. Maar dit is zeg maar zo'n draagmuur, waar dus de buitenmuur was of zo. Dit is dan de aanbouw. En hier zie je een heel mooi dak, onze Louvre-kasten. En hier zie je al de schade. Ik was net alweer even een beetje water aan het vegen. En ik kan niet een emmertje neerzetten of zo, want het komt gewoon letterlijk, het zijpelt vanaf de muur. Dus wat het eigenlijk is, dit dak is ook sowieso heel erg oud. Hebben we ook niet meer schoongemaakt of zo, want hij wordt toch vervangen. Dit dakje wordt vervangen. Of ik bedoel, deze koepel wordt vervangen. Ik moet zeggen, sinds 2 weken ziet het er ook zo uit. Maar ja, we wisten dat het ging vervangen ging worden, dus fuck it. En hier zie je dus de schade wat het in de kast doet. En onze planken worden ook helemaal volgezogen met water. En hier staan dus eigenlijk onze keukenapparatuur. Maar... oh, is dat Lara al? Ja, ik heb natuurlijk helemaal niet. Dat stond er niet op, hoor. Lara was even aan het zingen voor ons. Jongens, we hebben net... ja. Wat gaan wij doen? Ja, echt doodziek. Maar we gaan nu een pilot opnemen om een podcast te starten. We zijn al sinds vorig jaar februari of zo hadden wij het idee. We willen iets starten, we willen iets maken, we willen iets doen. Toen hebben we een heel business idee gehad. Rondom kringlopen onder andere ook. Zeg maar wat daarmee te maken heeft. Een leuk haakje. Want we dachten, wat vinden wij leuk? Wat vinden wij... zelf leuk om te shoppen, te doen en wat dan ook. Er was een heel idee uitgekomen. Wat past bij ons. Wat past bij ons, ja, dat wordt zocht in. Ja. En wat ook past bij ons is kletsen. Dus we gaan gewoon nu... Slap ouwe hoeren. We hebben heel documentje gemaakt. We zijn helemaal... oh, kan dat bij mij? Oh, dat is bij mij er al af. Ja, dit zijn microfoons van de Action, jongens. Ze doen het hartstikke goed. We hebben getest. Moet je niet zeggen. En ze zijn heel duur. Van dat doet Blue aan onze professionele. We gaan gewoon beginnen. We gaan het gewoon doen. Want we hebben heel lang uitgesteld. Ja. En we zitten heel lang te twijfelen. En hoe moeten we het aanpakken. Maar soms moet je ook gewoon beginnen met iets. En dan zie je het vanzelf wel. Ja, precies. Want anders gaan we spijt krijgen. Ja. We hebben ook zeg maar het kladje wat we net ook even nog even erbij pakten. Zeg maar. Dat hadden we in februari 2024, dus dit jaar, hebben we dit echt opgemaakt. Nou, kun je nagaan hoe lang we er al over praten om het te doen. Oké. En daar ging ook nog een hele tijd aan vooraf. Ja. Eigenlijk doodeng. We gaan het gewoon doen. Ja, het is doodeng. En dan gaan we gewoon lullen. We hebben dus een opzetje. We hebben geen script. We hebben niet bedacht wat we gingen zeggen. Of in ieder geval, Lara vertelde me net een beetje juice. Toen zei ik, oh my god, bewaar dit voor de podcast. Dus dat wel een beetje. En we kunnen wel verklappen dat een segmentje dat erin zit en wat elke week terug gaat komen, is kringlopen. Ja. Daar gaan we het gewoon ook sowieso veel over hebben. En we hebben sowieso ook elke week vragen van jullie nodig. Ja, klopt. Dus, dan moet ik nu nog even mijn story zien. Ja. Ja, misschien hebben jullie dus die story gezien, maar jullie hebben geen idee waar het over gaat. Dus als er dingen zijn waarvan je denkt, nou, daar zou ik wel het advies van Lara en ME over willen. Laat het ons weten. We gaan nog alle socials en zo maken, daar kunnen jullie dan dingen op insturen. En nu ga ik even een foto van ons samen. Zal ik gewoon... je had heel blond haar, hè? Ja. Mis je het? Oh, ik haat deze kleur. Ja, Mark was er blij mee. Ik deed zeg maar mijn hand om mijn haar en dan had ik echt hele plukken haar. En het was zo dood en zo door en zo droog als ik weet niet wat. Ja, dus ik heb liever haar op mijn hoofd wat zwart is dan geen haar wat blond is. Ja, ik begrijp dat wel. Hebben wij niet leuke foto's? Hier, dit is toch een leuke foto? Het was wel een leuke dag, die Grey Goose dag. Dat was heel leuk. Dit was ook heel leuk. Oh, die vind ik heel mooi van jou, die foto. Kijk hoe lang mijn haar was hier. Ja, dat is heel lang. We zijn er maar 2 van uit. Sorry, wat ben ik blond? Ik ben echt extreem blond. Heel blond. Toen vond ik dus dat het nog niet blond genoeg was. Je was heel blond. Ja, blond blindness. Ja, ik had echt blond blindness. Ja. Oh my god, ik was gewoon wit blond. Ja, dit is gewoon, hoe heet het? Gewoon, noem je dat platinum?
Nou, Latina? Dat nog niet, maar ik was echt... Nou, sorry, maar dit is wel heel wit, hoor. Ik was echt extreem blond. En ik zat de hele tijd, toen kwam ik van de kapper en dan dacht ik... Ja, het is wel blonder, maar het is nog niet zo blond als ik wil. Ja. En nu kijk ik ernaar en denk ik... Jezus, waar heb je het over? Maar dat is altijd. Als je foto's terugkijkt van jezelf, dan denk je... Oh, ja, sorry. Ik was extreem blond, hoor. Ja. Oh, dat kijk nu. De zwarte haren. Jij zit heel goed in beeld. Oké. Okay. Bij het fijne wedstrijd. Fijne wedstrijd. Oh mijn god, jongens, welkom. Zijn er niet al genoeg podcasts? Er zijn niet genoeg podcasts met ons. Nee, nul zelfs. Net daarom. Dus wij dachten, wij doen één. En weer het schreeuw daarom natuurlijk. Ja, dat begrijp jij. Dus we zijn begonnen. Welkom bij de podcast. Wauw, ja. Lara en MW de podcast. Ja, daar zijn we. Het is eigenlijk altijd slap de oude hoeren, alleen nu doen we dat dus met een microfoon erbij. Misschien kunnen we gewoon met ons eerste segmentje dan beginnen. Ja. Want we willen eigenlijk dat dit een wekelijkse podcast is. Dat moeten we ook nog even outfiguren. Maar toen dachten we, ja, laten we gewoon beginnen, want who knows. Ja. Maar we willen eigenlijk een beetje bespreken, waar zijn we weg van geweest deze week, waar waren we niet weg van. Want dingen die wij altijd zeggen, ik ben er weg van, of nee, daar ben ik niet weg van. En dat willen we ook nu bespreken. Ja. Dus waar ben jij deze week totaal niet weg van? Lara had echt stacks on stacks on stacks van kleding. Dat ik echt dacht, hoe haal je het uit die hekken? En ik ben ook wel de video terug gaan kijken en heb nog iets doms gezegd over haar. Want ja, dat heb ik niet. Maar dat denk je toch, heb ik iets doms gezegd? Ja, dan ben je daar van bang voor meteen. Ja. Ja, snap. We zijn klaar. Maar we hebben dus onze pilot, oftewel aflevering 1, net opgenomen. Ja. En dat was en heel leuk, maar we kwamen er eigenlijk bijvoorbeeld achter dat we niet eens zeiden, hey, welkom bij deze podcast. We hebben ons in het begin helemaal niet voorgesteld, dat hebben we denk ik na 10 minuutjes wel gedaan. Ja, we waren gewoon helemaal in de gloria, dus ja. We zijn maar gewoon begonnen. Ja. Jullie willen ook echt mijn allereerste video, je kan hem nog bekijken op YouTube, dat wil je ook echt niet zien. Ik ben echt zo een karikatuur van mezelf. Hoi, leuk dat je naar deze nieuwe video. Ik ben er echt op geweest. Ja, echt. Maar ja. Door schade en schande wordt men wijzer. Hi, ja, je kan niet alles in één keer poes wil ook wat zeggen. Ja, die gaat op mijn bil. Ja. Lovely. Ja, je kan niet alles in één keer goed doen, toch? En we zijn gewoon begonnen. En je moet ergens beginnen. En we doen dit zonder... Ja, ze ligt in. God! Ja. Ik denk dat we het hartstikke goed hebben gedaan voor de eerste keer. Toch? Ja, en de dingen waarvan we nu denken dat het had beter gekund, dat doen we de volgende keer anders. Nou, dat is toch prima. En wanneer het online komt... We moeten nog het een en ander moeten we nog even regelen daarvoor. Dus dat is misschien een beetje... Ja, we hebben net een jingle geplukt van het internet. Logo moeten we nog, we moeten onze socials nog doen. Heet het nou Lara en de Mede Podcast of niet? Dat weten we nog even niet. Draai ze op. Oh mijn god, dat beest. Ja. Ik zat even niet meer lekker, maar nu zit ik er weer lekker. Ja, die meid die blijft gewoon zitten hoor, je echt scheid. Hoe werkt dit? Ja. Ook zo aaptechnisch ben jij, dat ik... Nee, dat is niks. Oh, ja, weet ik veel. Kant. Ik ben een boomer. Het is inmiddels woensdag. Het is namelijk een hele leuke dag, want ik heb Nylus vandaag. Zin in. Zie je deze? Dit is een trap. Het is een beetje overbelicht natuurlijk. Dit is een trap. Dit is namelijk onze aanbouw. Met dat stuk. Daar wordt het dak vernieuwd. Maar ik zei toch ook dat die koepel wordt vernieuwd. Die is een ander maatje dan we nu hebben. Hadden ze van tevoren aangegeven? Toen hadden ze nog gezegd, ja, dus dan moeten jullie dat stuk even opvullen. Dat is niet bij mij blijven hangen, maar besef ik me nu toen ik zag dat dat ding eigenlijk een andere afmeting heeft dan onze huidige. Dus nu gaan Zico en ik dat doen. Zico met liefde heeft twee linkerhanden. Je kan heel goed pizzas maken. Maar klussen? Ik ben een klusser. Wat zei je? Heb je nu vrij weinig aan? Ja, misschien kunnen we een paar pizza's erop leggen, pizzadozen. Maar ik heb gisteren een broek binnengekregen. Dit is zo'n raar beeld. Daar is ons balkon. Ja, ze hadden een koepel dus mee. Kijk, dit hout ziet er heel goed uit. Ja. Dat is ook wel fijn om te zien, hè? Ja. Kijk, hier zit wel wat, hier zit een lekkage, dus is dit gewoon vocht. Maar het is nog niet rot. Nee, ja, kan je maar eens optillen? Ik wil kijken. Ik ben lang, maar niet zo lang, snap je? Oké, wacht jongens. Ik kom er zo aan, hoop ik. Zico is ook niet zo groot. Oh, maar zo meteen val ik. Moeten we het niet zo doen? Wacht, kijk met een voetje. Oh, maar nee, wacht. Eén stap opzij. Ik zie het gebeuren. Oké, 3, 2, 1. Jullie moesten eens weten wat hier gebeurt. Ik heb zo'n keukenkruk. Oh ja.
Nou, het valt mee. Waarom ik begon met filmen? Ze hebben dus een verkeerde maat van die koepel. Dus ze zijn weg om een nieuwe maat koepel te halen. Ze hebben gewoon de verkeerde meegekregen. Dat is niet hun fout. Maar gelukkig regent het niet, anders hadden we een beetje een probleem. Ik ga naar naaien. En zoals je hoort, en je ruikt het niet, want je bent hier niet. Van alles gaat hier gaande. Dus ik vind het ook heel erg fijn. We zijn nu ook echt aan het blazen met, ik ga hun niet filmen, met echt zo'n brandblazer op. Ja, het nieuwe dak. Dat moet gewoon met een bepaalde vorm. Krijg ik niet met hitte of vastmaken met hitte. Dat ruikt best wel lekker. Maar ik ga er echt, ik gier de pan uit. Die man zit op het dak met een peuk in zijn bek te werken. En die andere gast ook aan een peuk aan het roken. En aan het kijken hoe die andere aan het werk is. Dat is prima, hè? Als je doorwerkt, you do you. Maar het ziet eruit. Ik vind dat zo funny. Hij is gewoon letterlijk. Zit je peuk in zijn bek? Oh, hier, wacht. Ik heb een schroef. Peuk, ja. Oh, kijk, ik kan het niet. Zul ik gewoon nog een vak apart ook nog. Met een vuurding in zijn handen zo. Zat zo te vuren. Ja, nogmaals, ga je gang. I don't care. Bijna. De toppie is klaar. Nog gelukt. Ja, joh. Ik heb zo'n kleine trekwand. Heel trots op. Ik vind het geen toegevoegde waarde meer. Nee. Het asymmetrische niet. Hij is ook niet asymmetrisch genoeg. Nee. Nee, dat vond ik dus ook. Ja. Nee, dat is. Ja, nee. Terug van naailes. Zoals je ziet, ik heb dus mijn toepies eigenlijk af. Want er zit een haartje in mijn lens. De rok. Nee, dat hebben jullie nog niet gezien. Wacht, ik ga het jullie laten zien. De rok heb ik eventjes aangehad ook. En die rok wou ik dus eigenlijk asymmetrisch. Maar hij was net een beetje nog net niet asymmetrisch. Dus die dames zeiden of recht of niet. Want het is het niet. Maar toen kwam iemand met de geniale beslissing om hem nog 5 centimeter schuiner te maken. Dus dat hij echt goed asymmetrisch is. Dus dat. Qua maat is hij dusdanig goed. En qua stof is het dusdanig een fijne stof. Dat dit niet eens afgewerkt is. Dat is mijn lerares zei, dat hoeft niet. En de onderkant is dus eigenlijk ook niet afgewerkt. Dat is gewoon dat lycra stofje. Ik zie hier wel een klein draadje die ik nog heel veel weg moet halen. Maar hij is dus gewoon verder. Zit er hier alleen draad. En hier. En verder is hij dus gewoon af. Dus ik heb een two-piece af. Die meegaat op vakantie weer. Daar ben ik helemaal blij mee. En ik heb dus een groene two-piece. Misschien weten jullie dat niet meer. Want ik begon 3 weken geleden hier aan. Nagemaakt. Deze. En toen was het nog niet eens de bedoeling om een rokje te maken trouwens. Maar deze. Heb ik dus van Vinted. Voor 4 euro met een bijpassende rok. Dus die heb ik nagemaakt. Alleen deze is wel een beetje krop. Dus die heb ik wat langer gemaakt. En de stof die ik dus heb gebruikt. Is een reststof van iemand. Is van de weggeefhoek. Dus ik heb letterlijk alleen het elastiek en het draad dus gekocht. Dus hartstikke leuk. En ik heb ook een keer een les afgezet. Ik was een keer ziek. Ik had een keer een ooglidcorrectie. Je weet wel, je kan soms niet. En die lessen die heb ik dan wel al betaald. Dus die moet ik inhalen. Dus het leek me eigenlijk leuk om even wat vaker te gaan. Maar de eerstvolgende optie. En er is pas een optie als iemand zeg maar afzegt. Die optie kon ik niet. Want mijn moeder komt naar Nederland. Gezellig. Die komt... en die ga ik dan ophalen en helemaal leuk. Zico is de koning van thuisbezorgd. Van bestellen, eten ergens eten. Die is echt daar helemaal altijd mee bezig. Met er zit een nieuw tentje hier, er zit een nieuw tentje daar. En nu zei hij, Emmee, er is iets nieuws wat we kunnen bestellen. Oh, als je je broek even optrekt en even hier komt, dan... Nee, dat kan niet. Kijk, het is allemaal zweet. Ik moet even wat... Ja, doe maar even iets anders aan, ja. Hij heeft de broek op zijn enkels. Maar dan heb je wel echt, je bent echt zo hard aan het werk, schat, met padel. Ik vind dat zo goed, ik ben zo trots. Gisteren ging ik ook kijken bij een wedstrijd bij Zico. Het is gewoon zo leuk om te kijken. Hij is zo goed. Dus hij zei, en mee, er is iets nieuws. En dat is een sushi restaurant en het heeft dus nog 0 reviews. Ik heb het menuutje nog helemaal niet bekeken. Hoe het heet eigenlijk ook niet. Zico stak het gewoon onder mijn neus en toen zei hij, ik moet plassen. Dus toen was hij weg. Het heet Kiyomi Sushi. Kijk, en ik denk altijd dat dit gewoon een stokfoto is. Maar dit ziet er al fantastisch uit. Misschien is dat helemaal geen stokfoto. De eentje heet ook gewoon 911 Salmon Roll. Grappig. Rijst, pikante zalm, lente uit, topping, pikante zalm, wasabi, masago, pepers, groene sesamzaad en pikante mayo. Bel de brandweer! Ja, oké. Ik bedacht me net, ik heb het nog helemaal niet even aan laten zien aan jullie. En ook niet aan Zico. Dus 2 vliegen, 1 klap. Oh. Ja, dat heb ik
zelf gemaakt. Goed gelukt. Thank you. En hij is dus asymmetrisch, wat ik vorige week al zei. Maar ik heb hem nog meer asymmetrisch gemaakt. Gaan we in de balie toch? Ik ga mee naar Bali. Ik heb even hakjes eronder aangedaan voor het idee, want ik heb allemaal blauwe plekken en een beetje haar op mijn benen. Dus ik dacht, doe het even zo. Ik kan even de gezelligheid cancelen. We hadden allemaal kaarsjes en sfeerlicht. Maar anders ben ik onscherp. Zo, ik droeg dus een handtas, joh. We hebben de sushi. We gaan een mukbang opnemen. Dus we gaan eten en kletsen, ja? Nee. Het ziet er zo leuk uit. Ik ben zo benieuwd. Want weet je wat het is? Wij hebben een keer eerder sushi gehad van hier in de buurt. Dat zag er echt fantastisch uit. En de eerste 2-3 keer was het echt mind-blowing. Maar daarna werd het minder lekker. Je weet wat ik bedoel, toch? Ja, minder. En toen zijn ze echt permanent. Van niet, ja. Het ziet er echt heel goed uit. Fantastisch. Ik heb het schat, want alles... Je hebt gelijk, je hebt hem gelijk. Welkom. Ja. Holy shit. Inmiddels is het donderdag en ik ben me aan het klaarmaken om naar een event te gaan. Ik moet nog wel even mijn haar doen, maar ik ben nu even bezig met de outfit. En dat is even een moeilijk dingetje. Ik had namelijk helemaal... jullie hebben misschien die video al gezien. Fall outfit, herfsttrends vinden in de kringloop. En dat ik heel mijn Pinterest-board aan jullie laten zien. Maar ik vond ook echt allemaal dingen aan mijn Pinterest-board. En nu heb ik het bij elkaar aan en dan vind ik het heel spannend. Het is gewoon iets wat ik nog nooit heb aangedaan. Dus, oké. Pinterest-inspired outfit. Maar dan even nog... Moeilijk, ik heb het moeilijk. Ik heb dus sokken in laarzen. Ik heb die spijkerrok. Ik wist alleen even niet wat voor top. Want ik dacht als ik weer een beige top doe, dan wordt het misschien te beige-achtig. En toen zat ik te denken aan een van deze tiny scarves. Maar ja, toen vond ik dat grijs al helemaal lastig. Stradivarius, Naked, Kringloop, H&M, zo'n Skims dupe, Kringloop, ASOS, Kringloop. Oké. Kijk eens, ik was er helemaal buiten, hè? Ik was jullie vergeten, maar dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Ik sta bij Zaandam Station en kijk wat hier zit, de sushi van gisteren, op de plek van Fudo. Ik was al een beetje verdrietig dat Fudo weg was, maar het is, het is een hele goede vervanging. Ik weet niet of jij het ook hebt dat als de burr-maanden er weer zijn, dat er gewoon gekke shit gebeurt altijd. Oh mijn god, je gaat me niet vertellen. Wacht even. Wij hebben net op straat met Steve even iets heel leuks opgenomen, denken we. We moeten nog even editen. Maar we hebben nu dus een event van Lyko. Nou, dat vinden wij heel erg leuk. En het is helemaal dat we zelfs gaan DIY'en. En we krijgen een workshop en van alles. Dus ja, let's go! Nu ben ik in de auto. Ik ben vanuit het event, ik ben iets eerder dus weggegaan omdat ik nog een padelwedstrijd heb. Ik heb dus ook weer een hele goodiebag gekregen, maar die heb ik dus al niet eens gezien. Dus ik kan natuurlijk met jullie nog wel even unboxen zodra ik weer thuis ben. En ik denk dat het dan morgen is, want het wordt wat laat en dan is het weer wat donker in huis en you get the deal. En als ik zo meteen thuis ben, ga ik dan waarschijnlijk gewoon lekker douchen en chillen. Goedemorgen! Ik ben vanmorgen gewoon een wasje gaan doen, even opruimen. En onze dakkapel zit. Of hoe heet dat? Zeker geen dakkapel. Dakraam zit. Kijk, dit is ons dakterras. En dat hebben we nooit eerder dus gezien. Want we hadden gewoon wel een raam hier. Maar je kon er gewoon niet doorheen kijken. Dus er komt ook enorm veel licht binnen. Dus ik ben heel erg blij. Kijk wat voor lekker weer het is. En dit hout gaan wij zelf doen. Het gewoon even iets wits voor. Of even wit schilderen. Ik weet nog even niet wat ik ga doen. En deze koepel is een stuk kleiner dan wij hadden. Want we hadden gewoon zo'n soort van plaat. En ze worden niet per se gemaakt in die afmeting. En dat zou dan heel duur zijn. Ze zeggen, nou, doe dan maar een slagje kleiner. En dan maken wij dit zelf wel dicht. Weet je wel, dat kan ik wel. Dacht ik toen. Maar ik kan het ook wel. Dat weet ik ook wel zeker dat ik het kan. Maar ik dacht wel even, oh mijn god, inderdaad. Nou, genieten. Dan moet ik gewoon even lekker schoonmaken. Getverdemme. Maar dit, ik weet niet of je het hoort, is ook echt een kras. Dat is gewoon... Ik krijg het ook niet schoon. Dus dat is wel jammer. Dat in mijn nieuwe dakraam gewoon al krassen zitten. Oh, en weet je wat ook kut is? Zo kut. Ik ging naar de bijkeuken gisteravond. Kijk wat er gebeurt. De deur zit vast.
Omdat, want ze hebben hierboven natuurlijk het dak vervangen. Ze op het dak hebben gestaan. En dusdanig dat hier nu een scheur is. Dat het dak naar beneden is gekomen. Fucking hell. En niet alleen daar. Ook hier is een scheur. Ja, die ga je niet heel erg goed zien. Maar hier is ook een scheur. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Ze zijn ook niet hier binnen geweest. Dus ze hebben dat helemaal niet kunnen zien. Misschien hebben ze het kunnen voelen van... Oeh, we zakken er wel een beetje doorheen. Oh, sorry, ik ben heel erg overbelicht. Maar ja, geen idee. Ik ga zo meteen shooten met Jentel. En het is echt heerlijk weer. En ik ga zo meteen eerst nog even naar buiten. Ik heb eventjes twee PR-tassen te laten zien. Want deze ben ik gewoon helemaal vergeten te laten zien. Omdat de dag van het event gebeurde iets in de avond. Het was helemaal kut. En ik bleef er een beetje tegenaan hikken. En heb zoveel beelden van die vlog. Ik wist niet hoe ik het moest doen. Dus oh. Het event van BPR. Daar zagen jullie dus allereerst van Studio Analoes. Dat ik daar een broek aan passen was. En die hebben ze echt voor een talcollectie. Dus voor de talmeiden. En die hebben ook een hele leuke tas meegegeven. Ja, vind ik heel erg mooi. Haarhanddoek. Nou, ik heb er dus twee. Dus ik grijp wel eens mis. Dus ik ben hier best wel blij mee. En dan heb ik er drie. Dat moet lukken qua wassen. En mee, dat moet lukken. Brows stond er ook. Wasstrips. Nou, oprecht super handig. En hierin zitten letterlijk voor 32 keer een wasstrip. Nou, fucking goed. Een lakje van OPI. En dit is... Emmy, have you seen my Oscar? Leuke naam. Maar op een gegeven moment, wat moet je voor namen nog bedenken? Hè? Dat is gewoon alle namen voor bijvoorbeeld make-up producten. En soms zie ik het ook in oogschaduwpaletten. Dat er, elke pan heeft weer een ander, hoe heet dat? Naampje. Hoe verzin je nog dingen, weet je wel? Er waren bij het event heel veel parfums. En dit parfum is een mannenparfum van Versace. Eros Energy. Heel mooi. En echt, ga naar de Isperie, naar de Douglas... En gaan we ruiken. Oh mijn god. Echt mannenparfum. Mwah, at its finest. Dit is een heat protector spray met SPF 30. Die gaat mee op vakantie. Weer een heerlijke shower foam. En ik moet ook nog eventjes reageren op de DM. Want ze vroeg mijn adres. Want ik krijg ook nog de geurstokjes hiervan. Dat moet ik niet vergeten. Ik ben zo een klunt met reageren op WhatsApp. Reageren op DM's. Ik ben daar heel slecht in. Van Michael Kors, de body lotion van denk ik een nieuwe parfum. Leuk. En je krijgt eigenlijk bij elk event zat een body lotion. Dus die gaat lekker op de gifting stapel. Want soms doe ik gewoon een gifting met PR. Want ik heb echt niet alles nodig. Volgens mij deze bijvoorbeeld ook allebei. Een kabuki brush en een powder. Als je geen make-up gebruikt, dan heb je dit niet nodig. Maar die PR pakketten zijn al van tevoren allemaal gemaakt. En dat is alles wat daarin zat. Dan dus Lyko. Ik moet je eerlijk toegeven, ik ben echt oprecht heel erg fan van Lyko. En dat was gisteren ook weer overduidelijk. Dat event was gewoon echt superleuk. Het was heel erg gezellig. Het was ook echt expres heel leerzaam. Vaak zijn events gewoon een beetje zo ingestoken met... Hier, dit is ons nieuwe product en kijk maar. En we hebben het wel leuk aangekleed, maar dat is het een beetje. Hier waren workshops, hier waren ook creatieve dingen om te doen. Kijk, dat... Dingen, iedereen heeft zijn heel zijn ding helemaal bedazzeld. Maar met deze nagels kwam ik er niet helemaal uit. Dus was dit al de grootste moeite. Maar oprecht, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het heel erg schattig, zeg maar. En dit, welkom, welkom, welkom. Ik ben er zo blij mee. Dit zit erin en dat vind ik ook heel erg fijn. Dat zijn van die cuffs voor aan je armen als je gezicht gaat wassen. Ik gebruikte altijd scrunchies, maar ik heb dus... random scrunchies heel vaak gebruikt. En die werden gewoon echt heel erg smoetsig. Dus nu heb ik gewoon een setje van een haarband. En deze. En het is zo super zacht dat ik het ook heel erg leuk vind. Om dat in mijn routine op te nemen. Helemaal in de herfst. Een kast. Ik ga naar de gifting. Oh, ik heb nog niet alles bekeken. Hier ben ik zo blij mee. Deze sunscreen. Zonnebrandcreme. Sorry daarvoor. Ruikt van... Fantastisch. Die heb ik dus gisteren opgekregen. En hij is dus ook high protection en very water resistant. Dus die gaat ook mee op vakantie. Oeh, liet hem vallen. Sorry. Een overnight treatment for facial contours improves elasticity and firmness. Nou, allemaal heel erg goed. En we hebben dus ook echt een hele, hoe heet dat? Cursus dus gekregen van een huidtherapeute. Dus dan heb ik ook weer allemaal screenshots gemaakt, of foto's gemaakt van haar dia. Omdat ik begrijp heel veel dingen niet. Weet je wel, van je moet retinol hebben, je moet vitamine C, je moet dit en zus. Nou, ik heb even geklikt, want ik heb geleerd, maar het was veel info. Een body lotion. En die is wel met coconut cedarwood. Dus ik moet heel eerlijk toegeven, ik weet dat ik net zei over body lotions. Maar deze moet ik even ruiken. Ja, deze hou ik. Sorry, ik hou zo van kokosnoot. Kokosnoot is echt
mijn alles. Dus ik heb wel dan een andere in mijn kast die ik hiervoor kan wisselen. Dit is een peptide lip treatment. En kijk, deze heb ik zelf gemaakt. Schelpjes, hartjes, een A en een Z. Zo leuk. Een nourishing night cream. Bio calm sensitive. Ziet er ook heel erg goed uit. Dus deze helemaal top. Dan heb ik hier ook nog van Bjorn Axe een haarmasker. Dat schijnt ook fantastisch te zijn. Dit is ook een maskertje weer. Ik moet er even een van de twee eventjes ook opzij doen. Want ja, ik ga gewoon een nourishing night cream. Ik heb best wel veel nachtcreme. Misschien doen we die night cream wel weg. Ik kijk wel even. Het is gewoon te veel anders om te houden. Want niet nodig. Make-up. Dus dit gaat ook die kant op. Leuk, 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 leuk. Dit is een lash and brow serum. Brow. Ik ben op het moment een lash serum aan het testen waar ik echt... Ik dacht eerst, nou, ik zie volgens mij niet zoveel verschil. Dus daarom dacht ik, ik zie niks. Maar ik heb zoveel dikkere wimpers. Dus dat is echt super nice. Maar ik zie hier ook een brow. Die wil ik ook echt gaan proberen. En self-tan face drops. Ja, dat gebruik ik nooit. Dus die gaan ook daarheen. En wanneer ik daar een winactie voor doe, dat laat ik nog wel even weten hoor. Het is een beetje een rommeltje achter me. Maar mijn hula hoop en mijn lamp staat een beetje scheef. Maar oké. Okay. Deze vlog is sowieso een beetje vol met drama. Want we hebben natuurlijk die schade naar aanleiding van ons dak dat is gemaakt. We hebben dat vermeld op via WhatsApp. Want zo hadden we contact, zeg maar. En daar hebben we niks op gehoord. En nu hebben we maar een officiële mail ook gestuurd met hallo, help. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ook stiekem aan drama was als het opnemen van de podcast. En niet omdat we het niet leuk vonden. We vonden het fantastisch. Het was heel erg gezellig. Het ging echt... vloeiend en heerlijk. De kwaliteit van die microfoontjes was echt niet oké. Dat zijn die 12,95 microfoontjes van de Action. Ja, wat hadden we ook anders verwacht natuurlijk. Maar je weet niet of het leuk is of het blijven doen, weet je wel. Dus het was een goede pilot. We hebben ervan geleerd, want het liefste had ik die audio gehouden. Het kon echt niet. Dus wat hebben wij nu gedaan? Want we kregen meteen panico. We zijn meteen naar mijn management gegaan. We hebben meteen gewoon een meeting gehad van oké, wij hebben hulp nodig. Wat kunnen we doen? We kwamen er ook achter dat audio editen iets heel ander iets is dan video editing. Wat ik dus eigenlijk doe. Dus dat ik daar ook een beetje tegenaan liep. En dat ik echt dacht, oh my god. En een podcast start je eigenlijk ook echt voor de lol. Er zitten nul verdiensten bijna aan. De sponsoren die je hoort, de budgetten die daarin omgaan, zijn gewoon een heel stuk minder. En wie gaat ons nu sponsoren? En willen we er eigenlijk nu geld aan verdienen? We willen eigenlijk gewoon het doen voor de leuk. We willen gewoon ermee bezig zijn. Maar we dachten nu heel even, oh my god, zometeen moeten we inderdaad echt hele dure microfoons of een hele dure studio. Dus wie weet komt daar wat uit. Want we kunnen nu al gaan ze even kijken of wij lekker op kantoor kunnen opnemen. Ze hebben een goede locatie. En of ze misschien microfoons hebben, dat zou echt super relaxed zijn. En wie weet dat ik zelf bij mezelf een stagiair moet aannemen die daar wat mee kan. Ik heb geen idee. Kan dat eigenlijk? Ik heb wel natuurlijk een officieel bedrijf. Kan ik een stagiair? Het was even in mijn hoofd, voelde het even allemaal als drama. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Laat maar even in de comments even het woord podcast achter als je die kleine sneak preview al leuk vond en het leuk zou vinden als we het doen. Het wordt gewoon low-key. Dames in de 30 die het ook niet helemaal weten. Die dachten op mijn 30ste moet ik overal zijn in de wereld. En moet ik alles helemaal uitgevogeld hebben. En dat hebben wij niet. En dat is oké. Okay. En daar gaat eigenlijk die podcast over. Het dagelijks leven van ons. Kinderloos. Lara zoekt nog een andere baan. Is op zoek naar een huis. Ik ben ook erg zoekende in bepaalde vlakken. We hebben bepaalde dingen meegemaakt. Daarom dachten wij, dit wordt een hartstikke leuke relatable podcast. Voor bijvoorbeeld meiden van 27 die denken, oh my fucking god, ik word bijna 30. Ik moet een partner en ik moet dit en zus en zo. We got you. We gaan je vertellen dat alles helemaal oké en gezellig en leuk is. Niet alles, maar wel het meeste. Dus mocht je dat leuk vinden, laat maar even weten. Het wordt podcast. En bedankt voor het kijken naar deze drama vlog. Want ik hoop echt dat het wel een beetje leuk is. En ik was ook niet naar de kring geweest. Dus ik dacht helemaal, oh, misschien vinden jullie dit geen leuke podcast. Dus bedankt als je even laat weten dat je het wel een leuke podcast vond. En ik zie je heel graag heel snel weer. Volg me ook even op Instagram. Zou ik ook heel erg leuk vinden. Dus ja, ik zie jullie snel weer. Doei doei!